Ik ben Anton Scheurink en ik ben hoogleraar neuroendocrinologie in Groningen. Neuroendocrinologie is de combinatie van neuro, en dat zijn de hersenen, de zenuwen. En endocrinologie staat voor hormonen. Dus het is eigenlijk de interactie tussen de hersenen en de rest van het lichaam. Ik ben dan zelf gespecialiseerd in met name de energiehuishouding, dus de inname van voedsel, maar ook het verbruik van energie. Een van de slechtste dingen voor met name de regulatie van het gewicht is te weinig bewegen. We hebben ons altijd gefocust op letten op wat je eet, maar eigenlijk is het grootste probleem voor de mensen is dat ze te weinig bewegen. Op de achtergrond kun je misschien zien dat er staat sporten maakt lui. Dat is juist een soort tegenstrijdigheid. Alle extra beweging is mooi meegenomen. Maar onze hersenen bemoeien zich ook met de hoeveelheid beweging die je maakt. En als jij dus op een of andere manier veel gaat sporten, wordt dat geregistreerd en onbewust ga je daartegen compenseren. En dat is eigenlijk mijn belangrijkste boodschap. Tuurlijk wil ik heel graag dat je gaat sporten, maar hou dan wel in de gaten dat je de rest van de tijd wel blijft bewegen. En dat heet niet non-exercise activity thermogenesis, een prachtige term die ooit bedacht is door iemand. En dat staat voor het onbewuste bewegen. Ik heb in Amerika gewoond en dan woonde ik op 200-300 meter van een supermarkt, maar daar kon ik niet lopend naartoe. Daar was de infrastructuur zodanig dat er geen trottoir was, dus ik moest met de auto eigenlijk daar naartoe. Nou, dat is natuurlijk het meest slechte voorbeeld, dat is in Nederland iets beter geregeld. Kijk eens naar de gebouwen hier. Vaak is de lift centraal in het midden en moet je omlopen voor een trap, et cetera. Nou, als wij nieuwe gebouwen ontwerpen, zet die trap in het midden en maak het zo moeilijk mogelijk om de lift te nemen. Dus we kunnen echt heel veel dingen doen. Kijk, en dit is een voorbeeld hoe het wel moet. We staan hier midden in het gebouw de Linnaeusborg. Hier zijn de trappen en dat is een prachtige verbinding tussen alle afdelingen. En die worden ook genomen door de mensen, want de liften die zijn helemaal aan het eind daar en helemaal aan het eind daar. En je moet een eind omlopen om de lift te nemen. En dat nodigt uit om die trappen te nemen. Als we het over bewegen hebben, dan is het in eerste instantie het bewust worden van jezelf van wanneer ben ik actief en wanneer ben ik juist inactief. En het makkelijkste is dan inderdaad zo'n activiteitsmeter te pakken die registreert wat je doet. En dan krijg je dus onmiddellijke feedback over je beweging. En krijg je ook, kun je ook doelen stellen voor jezelf. En als je dat gewoon elke dag dan volhoudt, dan heb je gigantische winst.